ruim een jaar geleden ben jij met radio gestopt. En dan vragen heel veel mensen af wat zou Truus Druijts vandaag de dag doen? Krijgt hij haar dagen om? Vertel eens, wat doe jij nu in het leven? Wat ik allemaal doe, alles wat ik doe heeft te maken met spreken voor publiek, zelfliefde en zelfleiderschap. Dus dat wil zeggen, mensen die zeggen, ik moet op het podium staan, letterlijk een podium of het podium van hun leven, die help ik daarmee. Daar geef ik alle tools aan door. Maar ook dus over het boek, alle workshops die daarbij horen, de lezingen die daarbij horen. Ik ben eigenlijk nogal veel bezig met het geven van workshops, zowel online als live. En mensen die mij zoeken, die mogen komen kijken op www.100redenen.com. En daar vind je eigenlijk een beetje alles. Je vindt daar de info over de lezingen, je vindt daar info over de workshops, over het boek uiteraard, over de pakketten die eraan zitten komen. En over de 1-op-1 coaching, want dat kan natuurlijk ook. Je kan bij mij 1-op-1 werken, maar je kan ook zeggen van, goh, een beetje een spannende stap. Dus ik heb ook een volledig online platform gemaakt waar mensen ofwel wekelijks kunnen aantikken en zeggen van, oh, even op Facebook Live, even daar. Of zeggen van, ik wil een heel traject doen. Ze krijgen van mij elke dag een mailtje en een pdf en alles wat daarbij hoort om ze meer liefde te geven, om ze dichter bij hunzelf te brengen, om een gelukkiger leven te bouwen. En dat is wat we allemaal willen. Ik hoop het wel.